al die vogels, hè. Ik ben vanochtend vroeg de Oostvaardersplassen in. Lekker vogelen, ik heb er echt zin in. Je hebt hier altijd allerlei mooie dingen zitten. Baardmannetjes, blauwborsten, alle soorten zangvogels. Zeearend natuurlijk, misschien vossen. Ik heb gewoon zin om weer lekker op buiten te gaan. En gewoon te kijken wat ik tegengekomen. Heel veel zin in, lekker vogelen. Tot nu toe geen klagen. Echt mooie dingen al gezien. Rietzangers die overal in het riet zitten te zingen. Eerste blauwborst van vandaag alweer binnen. En mijn eerste koekoek van dit jaar. Hij zat heel ver weg, maar het was hem zeker. En als dit een voorbode is voor de rest van de ochtend, ja, dan kan het alleen maar beter worden. Omstandigheden zijn heel mooi. Windstil. Dus de zon komt nu lekker door. Top. Heerlijk. Hier achter mij zit een roerdomp. En roerdompen in de zomer zie je eigenlijk niet, die hoor je alleen. Dan hoor je ze hoempen. Een soort misthoren, dan hoor je eerst een aanloopje nemen. En dan zo. Typisch geluid van de roerdomp. En dat is wat ik hier nu achter mij hoor. Je ziet ze niet. Het riet is ondertussen dichtgegroeid. Die beesten staan in het riet. Dat is niet te doen. In de winter heb je de beste kans. In de zomer wordt het niks. Hij zit er zeker. Ik zit nu in een van de vogelkijkhutten in de Oostvaardersplassen. En het is hier relatief rustig. Wat ganzen met jongen, voor de rest wat aalscholvers, grote zilverreigers, maar geen zeearend. Ik heb ook nog geen vosje gezien of iets dergelijks. Dus het is, ja, ik wil niet zeggen rustig, maar er is genoeg te zien. Ik heb al een baardmannetje gezien, die wilde helaas niet op camera, maar dat was wel heel leuk. Blauwborst, heel veel rietzangers, snorren die je overal hoort, roerdompen. Maar ik heb zoiets van er dan nog wel één leuk mooi dingetje bij komen. Dat zou wel tof zijn. Voor de rest natuurlijk gewoon genieten. Hè? Ik bedoel, het is een heerlijk ochtendje. Niks mis mee. Dit was echt een tof cadeautje. Achter mij hoor je hem nog een keer. Een chattiezanger. En dat is een vogeltje en die maakt me toch een partij kabaal. Het enige is, ze zitten altijd meestal ergens diep verscholen in een bosje. En deze, die zag ik net zitten. En die kon ik net voldoende scherp stellen dat hij nog een beetje goed te zien is. En toen gooide hij nog een paar keer zijn roep eruit. En dat knalt dan echt gewoon uit die bosjes. Ja, zo'n mooi vogeltje. En ik heb ze al heel vaak gehoord. Maar om ze vast te leggen, dat is echt een uitdaging. Dus dit vogeltje kan ik ook weer van de lijst afvinken. Heel blij mee.
Nu komt altijd het punt, wat ga je doen? Ik kan nu nog eventjes hier zo achter mij het gebied in. Veel riet, denk weer veel kleine zangvogels. Heel tof, maar ik denk wel meer van hetzelfde. Of nog even naar een paar kijkhutten en hopen dat ik daar nog een zeearend kan treffen. Of een andere vette vogel natuurlijk, het hoeft niet per se een zeearend te zijn. Ik denk dat het de tweede wordt. En dan zat ik net te denken, naar welke hut zal ik gaan? Toch even op internet gekeken. Blijkt dat er bij een hut hier in de buurt een draaihals gemeld is. Ik weet, die heb ik al gezien dit jaar. Maar we gaan er toch nog een keer voor. Zou wel vet zijn. Super vet. Derde draaihals van de week. Echt een vet beest. Bleef ook even mooi zitten nog. Landde eerst in een struikje voor me. En daarna toen vloog hij een stukje door, zat hij wat meer vrij. Heel mooi kunnen zien. Vloog wel snel weer door. Was iets schuwer dan die vorige. Maar het blijft een absolute jackpot zo'n beest. Wat een mooie specht. Die was wel heel erg lekker als afsluiter, zeg. Nog die draaihals, gewoon de derde binnen een week. Het is echt bizar. Zo'n mooi beestje. Op een gegeven moment, ik zag hem al zitten. En toen vloog hij weg. En toen heb ik hem later ook weer teruggevonden in een boompje. Echt super blij mee. Ook nog een bruine kiekendief die nog in de verte ergens langs kwam zeilen. En ook nog baardmannetjes om het mee af te sluiten. Die ook nog even wel een paar seconden voor de camera wilde poseren. Dus wat dat betreft, helemaal geslaagd einde zo. Heerlijk dagje gehad in de Oostvaardersplassen. Het is nu weer tijd om naar huis te gaan. Ik hoop dat jij het in ieder geval een vette video vond. En dat je natuurlijk de volgende keer weer kijkt. Als je het een toffe video vond, doe even een duimpje omhoog. En laat even een reactie achter. Als je nog niet geabonneerd bent, vergeet het ook niet te doen. En vergeet ook niet het belletje aan te zetten. Dan krijg je altijd een notificatie als er weer een nieuwe video online staat. Zie ik jou de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei!